deze nieuwsuitzending is nieuwsuitzending nummer 666. 666. Ja, het zat er een keer aan te komen. Ik ben begonnen met nieuwsuitzending 001 en heb beloofd dat ik zal stoppen met nieuwsuitzending 999. Ja, je kan nog maar een tijdje gaan genieten van deze ontzettend mooie nieuwsuitzendingen. Ja. Ik post momenteel iets van, ik denk wel 10 per week, misschien wel meer. Dus nog een half jaar of zo en dan ben ik er doorheen. Ja, iets meer. Qua tijd. Misschien ga ik dan wel wat anders doen. Hoor. Kan ook wel dat ik gewoon doorga. Noem ik het geen nieuws meer. Noem ik het gezeur. Ja, wat die politici doen, dat kan ik ook. Hè? Gewoon, je zegt maar wat en je houdt je er niet aan. Maar nieuwsuitzending 999, dat wordt een heugelijke. En dan is het denk ik mooi geweest. Dan gaan we door met... Ja, dat weet ik nog niet. Daar heb ik nog even de tijd voor. Nog 333 uitzendingen om precies te zijn. Want dit is uitzending 666. En waarom is dat nou zo bijzonder? En waarom heeft iedereen het er altijd over? Nou, dan heb ik hier speciaal voor jullie een screencast gemaakt. Dat kost me rete veel opslag op mijn arme Mac'je. Hè. Ja, het is zo'n... bijzondere uitzending, dus dan doe ik het wel even hoor. Even die rare reclame weg. Ad closed by koepel. Ja, stop seeing this ad. Weg. Ja, weg. Nou, mooi zo. Ja, maar kan het ook helemaal weg? Of kan dat niet? Ja, mooi zo. Kijk, nu hebben we een mooi beeld. Dit nummer 666, dat komt uit de Bijbel. En hier zit ik te kijken naar de King James Bijbel. De website dan. Ik heb er ooit 2 gekocht, maar die heb ik weggegeven. Waarvan 1 aan mijn dochter en die andere aan een eikel. Dus eigenlijk zou ik van die eikel terug moeten vragen. Maar dat is zo'n eikel, ik krijg hem vast niet terug. Dus ja, laat hem maar. Maar je weet ook niet hoe een koe een haas vangt. En die King James Bijbels, wat kosten ze nou? €8,95. Namelijk. Nou, dat kunnen we wel laaien. Hè? Hier heb je hem online staan. Lekker duidelijk en makkelijk voor jullie. Het gaat om het boek Revelation. Dat is het laatste boek uit het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament komt natuurlijk na het Oude Testament. Even in het kort Bijbelles. En Revelation is het laatste boek. Daarvan hoofdstuk 13 en vers nummer 18. En dan gaan we hier naar beneden scrollen. Dan krijg je hier vers 1. En dan moeten we even een heel eind door. Naar beneden. Dan heb je hier vers 18. Dan lees ik hem even voor. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of a man. And his number is... Er staat een schuin geschreven. His number 666. Het schuin geschreven is later toegevoegd voor de leesbaarheid. And his number 666. En 3 score, dat betekent 3 keer 20. Net als de Fransen, die zeggen niet 80 of zo, voor 80. Dat zeggen ze in België, in Wallonië wel. Dus heb je 60 en 70. En dan 80 en zelfs 90. Maar de Fransen die zeggen dan 80 en 90. Voor 80 en 90. 80. 4 keer 20. En hier is het 3 score. Dus ook 3 keer 20. 60.
heb ik als voorbereiding heb ik Openbaring erbij gepakt uit de Statenvertaling. Want dit boek, de King James, dat komt uit 1611. Staat het hierboven ook? Ja. KJV 1611. En dit boek, dat is de Statenvertaling, dat komt uit, kan je het ook zien. Maar goed, dat weet ik uit mijn hoofd. Dat is 1637. Het laatste boek, Revelation, dat heet op zijn Nederlands Openbaring. Hier heb je hoofdstuk 13. Deze website werkt natuurlijk iets anders dan die Engelse. Dat maakt niet zoveel uit. En dan vers 18. Hier is de wijsheid. Die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest. Want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. Dat is mijn nieuwsuitzending hè, van vandaag. Nummer dan. Hè? En dan kan je je afvragen van waarom staat dit in de Bijbel? Kijk, dan stel je jezelf een goede vraag. Wat hebben we nou te maken met het getal 666? Er zijn mensen die zeggen, ja, dat die, als je dan kijkt naar de barcode, dan staat er, en dat is ook zo, in die oude, in die QR-codes die je nu hebt, weet ik het niet hoor. Maar er zijn barcodes geweest, daar heb ik me in verdiept. En daar staat inderdaad drie keer de code 6, of het nummer 6, maar dan in barcode. Hè? Als controlegetal. Zo. Eikgetallen. Zo, dan heb je dus die bliepdingen van bliep. Ja. En daar zit software achter en die moet kijken naar wat die aan het bliepen is. En die richt zich dan op 3x6. Dan kan je 3x6 vinden. En zo ja, dan staat er 1x6 staat aan het begin, 1x6 staat aan het einde en een andere 6 staat in het midden. Ja, dat is zo. Controle, redundant info. Dus overbodig toegevoegd aan een barcode staan daar 3 zessen in. En dan zie je hier in vers 17 staat daar. En dat niemand mag kopen of verkopen die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest. Of het getal zijns naams. Ja, die mensen die barcode in elkaar geflanst hebben, die hebben waarschijnlijk een geintje uit willen halen. Want ze hadden ook 3x7 kunnen gebruiken. Of 3x8. Drie keer vijf. Maar ze hebben gekozen voor 3x6, ja. Dus ja, we daar dan. Kijk, dat is een fenomeen dat is gekomen naar aanleiding van wat hier in Openbaring hoofdstuk 13 vers 18 staat. Dat is mijn invulling. Het gaat mij te ver om te gaan geloven van je, en dat stond in de Bijbel en het werd ook waar ook, want zie het maar bij de barcodes. En er zijn mensen en die beweren dat hoor. Die gaan echt zo ver en dat vind ik flauw. Want het kan heel goed zo zijn dat het is zoals ik het net zei. Namelijk dat iemand heeft dit vers gelezen en dacht van oh, en dan vers 7 die gaat het over kopen en verkopen. En dan, nou, dan doe ik gewoon leuk 666 erin. Hè. Marcel Messing is dan zo iemand, zo'n Nederlandse guru. En die zelf het dan rustig te vertellen. Heeft hij ook weer wat gehoord van een of ander ventje dat hij verstand heeft van IT. Nee, dat is niet waar ik naartoe wil. Ik wil toe naar dit. Dat heb ik ook voorbereid. Dit is het periodiek systeem der elementen. Dit is informatie die is bekend sinds de 19e eeuw. Het was zowel een Amerikaan als een Rus die hiermee kwam. Dit is nog niet zo lang bekend, laat ik het zo maar zeggen.
Het modelleren van atomen, want daar gaat het om. Je hebt er meerdere atoommodellen gehad. En dit is op basis van het atoommodel van een man en die heet Dalton. En daarbij worden atomen beschreven met drie waarden. Namelijk het aantal protonen, het gewicht en het aantal elektronen. En die elektronen die bevinden zich in schillen rondom de kern. En de kern die bestaat uit protonen en neutronen. Dan pakken we even als voorbeeld het eerste atoom wat je hier linksboven ziet staan. Er staat een H bij als teken. Dat staat op hydrogen of hydrogeen. En op zijn Nederlands zeggen wij waterstof. Het is daadwerkelijk waterstof, want als je dit in de hens doet, dan ploft het. Het is uitermate explosief. Dan krijg je H2O en dat is water. Dus het is de stof die als je het verbrandt, en dat gas heet wel plofgas. Dus die verbranding gaat heel snel. Dus vandaar dat je waterstof ook prima kan gebruiken als brandstof voor motoren, auto's bijvoorbeeld. En uit de uitlaat komt alleen maar water. Dus het probleem is dat waterstofgas erg explosief is. Dus voor hetzelfde geld blaas je in één keer de hele auto op met tante Gerda erin. Zo zijn we nog niet helemaal uit, maar dat komt er wel aan hoor. Waterstof. Nou, dat is nummer 1. En daar zit één proton in en meer ook niet. Het gewicht is namelijk ook 1. Dat betekent dat er naast dat proton geen ander dingetje is. En het aantal elektronen, dat kan je dan zien door er hier op te klikkeren. Ik heb al een beetje geoefend. Weg. Als je hier overheen hoevert, dat moet je doen. Kijk, dan zie je daarnaast. Nu is het uitvergroot. Zie je dat staan? Dan kan ik dus nu niet aanwijzen. Want het, kijk, we zijn, ja, dan kan, zo kan ik het aanwijzen. Kijk, hier staat het getalletje 1. Hier staat ook een 1. Dat staat op het elektron. En het gewicht is ook 1. Dat betekent dat in de kern van dit atoom zit maar één ding. Met een gewicht van 1. En dat ene ding wat er zit, dat heet een proton. En de grap is dan dat het proton, dat volgens het model, hè, het proton heeft een lading, een elektrische lading, die positief is. En dit dingetje hier, die andere 1, dat is het elektron wat eromheen draait. En die heeft diezelfde lading, maar dan negatief. Dus die twee houden elkaar in balans. Dus de waterstof heeft op zichzelf geen lading. Dat elektron kan trouwens vrij makkelijk van waterstof afgehaald worden. En dan heb je wel een lading, want dan heb je H+. En dat fenomeen heb je bij zuur. Zo. Dan heb je H+ in je spulletje. Zuur, dat heet ook wel wordt genoemd met de pH-waarde. En dat slaat op het aantal waterstofatomen die hun elektron kwijt zijn. En dat loopt dan een beetje de zure jongen uit te hangen. Een manier om dat te creëren is om dat in eerste instantie te verbinden met chloor. Dan heb je zoutzuur. En HCl in water, dan heb je H+ en Cl-. Vervelend goedje. Nou, dan gaan we iets verder. Dan krijg je nummertje 2. Dan hebben we helemaal rechts. Die zit hier. Dat is helium. En nou zie je bij helium, heel verrassend. Hier staat die 2. Dat staat op het aantal protonen. Hier zie je het kleine tweetje. Dat zijn het aantal elektronen. En hier zie je de massa van het hele ding. Oh, trouwens, die elektronen hebben een massa van helemaal niks. Vraag me niet waarom, maar dat is het model. Wat opgesteld is in de 19e eeuw. Nou, de massa van de kern van helium, dat heeft een massa, die massa is 4.
Daar zitten twee protonen in en twee dingen en die hebben geen lading en die noem je neutronen. Dus in de kern van helium zitten twee protonen, twee neutronen. Die neutronen die zijn net zo zwaar als een proton, ongeveer. Het klopt niet op 100 cijfers achter de komma, by the way. Vraag me niet waarom, maar zo is dat. Maar wel ongeveer, 4,0026. 4 bolletjes. 2 bolletjes zijn protonen. 2 bolletjes hebben geen lading. Dat zijn neutronen. En dan 2 elektronen. Dus je had ook kunnen schrijven 2 protonen, 2 neutronen en 2 protonen, 2 elektronen en 2 neutronen. Dus dat ding helium kan je dan beschrijven met 3 getallen, namelijk 2, 2 en 2. Waarbij dan die 2 protonen en die 2 neutronen in dit schema bij elkaar zijn opgeteld. En dan staat hier het gewicht van het atoom. Ja, snap je hem nog? Maar eigenlijk is het dus 2, 2, 2. Ja. Nou, dan heb je lithium. En dat heeft een gewicht van, zal hij dan 4 neutronen hebben? Dat dacht ik toch even niet hoor. Maar ik denk dat bij lithium ook 3 protonen zijn, 3 elektronen, 2 plus 1. Omdat er 2 elektronen in de eerste baan zitten en 1 elektron in de volgende baan. En dan in de kern zitten er nog 3 neutronen bij. Dan krijg je hier beryllium. Met 4 protonen in de kern, 2 elektronen in de eerste baan, of de eerste schil heet dat wel, 2 elektronen in de tweede schil, dus ook weer 4 om het neutraal te maken. Dan zou ik dan 5 neutronen hebben? Nou ja, misschien, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, heb je beryllium, dan heb je hier borium, of boor. Nou, hetzelfde verhaal met 5 protonen. En dan 5 of 6 neutronen. En als je kijkt naar de elektronen, 2 in de eerste schil en 3 in de tweede schil. En dan krijgen wij een heel belangrijk atoom. Dat heet koolstof. Nou, dat moet je kennen, hè? Met die koolstoftoestanden die ze allemaal hebben. Van, koolstofdioxide, we gaan dood. Tenzij we allemaal betalen. Ja, als we allemaal nu snel gaan betalen, dan gaan we tenminste niet dood. Dus die kennen het wel, hè? De koolstof, het grote koolstofbedrog. En koolstof is het atoom van al het levende materiaal. Ook van de mens. En dan heb ik gezegd dat je helium kan beschrijven met 3 getallen, namelijk 2 protonen, 2 elektronen en 2 neutronen. En bij koolstof is dat dan 6 protonen, 6 elektronen en 6 neutronen. 6, 6, 6. Het periodiek systeem der elementen, dat bevat nogal wat elementen. Hè? Als we even gaan tellen, we hebben er momenteel 118. Dat is het zwaarste element wat er is. Het nummer 118. Het zijn er nogal wat. En van die 118 elementen, of atomen, is er maar 1 de belangrijkste. En dat is koolstof. Zonder koolstof geen levend materiaal. Punt. Geen planten, geen dieren, geen insecten, geen mensen, helemaal niks. Het is het atoom van het leven. En dus ook het atoom van de mens. En dan aan jou de vraag. Hoe is nou het atoomgetal 666
van het belangrijkste atoom uit het periodiek systeem der elementen, wat pas aan het einde van de 19e eeuw uitgeknobbeld was? Hoe is het atoomgetal van het allerbelangrijkste element nou beland in de Bijbel, in het boek Openbaring, dat geschreven is in het jaar 100? Dus 1700 jaar voordat dit schema bekend was. Hoe kan dat? Kijk, met die 666 in die barcode, dat kan dus. Iemand heeft gedacht, oh, daar gebruiken we de 6 voor. Ja, dat vind ik wel leuk, want dat lijkt precies op de Bijbel. Ja, dat is een of andere joker met een puist. Of meerdere puistjes. Een of andere nerd of zo. Die heeft het even verzonnen. Van, nou, laten we het zo doen. En er moesten wat redundante cijfers in. Dat heeft allemaal te maken met ICT-techniek. Hè? Maar dit niet. Dit is het periodiek systeem der elementen. We hebben er ontzettend lang op geknobbeld. En dit klopt allemaal. Alle elementen hebben hier een plekje in gekregen. Ze staan er toch. Hè? Koolstof, stikstof, zuurstof, fluor, neon. Neon, dat is van die neonlampen. Daar staat eronder, onder fluor heb je chloor. Daaronder zit brom. Daaronder zit jodium. Onder zuurstof heb je zwavel, daaronder zit seleen. Onder stikstof heb je fosfor. Onder koolstof heb je silicium, ook heel opmerkelijk. Silicon Valley. Silicon is de Engelse naam voor silicium. En die verticale indeling die je hier hebt in het periodiek systeem der elementen, die is er niet voor de katsekatsie. Nee, het gaat erom dat die elementen wat met elkaar te maken hebben. Die lijken op elkaar. In zekere zin. Hè. Ze zijn niet helemaal hetzelfde. Want als je bij koolstof verder naar beneden gaat, dan krijg je germanium. Ja, het is wel zo, silicium en germanium worden beide gebruikt in chips. Hè. En in het begin was het woord, en het woord was bij God. En wat is silicium en germanium samen? Wat is een chip? Ja, dat zijn taalmachines. In het begin was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. Het heeft allemaal te maken met, in het periodiek systeem der elementen, zie je het staan. En je gaat mij niet vertellen dat ze silicium en germanium hebben uitgekozen, want dan lijken we een beetje op Johannes 1 vers 1. Nee, silicium en germanium als spul was uitermate geschikt om taalmachines mee te maken. Te weten, chips. En het staat dus in het periodiek systeem der elementen in dezelfde kolom gelijk erop volgend op koolstof. En koolstof is 666. Ja, maar als je verder naar beneden kijkt, dan heb je daar lood, staat er ook. Ja, en daarboven staat tin, ja dat klopt. Maar recht onder koolstof staat silicium en daar gelijk onder staat germanium, ja. Dit is, ja, dit is niet toevallig. Hier zit wat achter. En wat? Ja, breek mij de bek niet open. Kan je een leuke, allemaal lekker aan de ayahuasca of zo. En dan wil ik wel even de guru uit gaan hangen. Ayahuasca heb ik zelf nog nooit gedaan. Wel DMT, was best wel aardig. Maar... Ik zou niet weten, je moet jezelf maar bij gaan fantaseren, denk ik. Maar ik heb wel duidelijk gemaakt dat wat in het boek Openbaring staat,
dat dat 1700 jaar later een invulling kreeg toen ze het periodiek systeem der elementen gingen publiceren. En iedereen kon het zien. Oh, koolstof. En wij mensen zijn opgebouwd uit koolstof. En wij mensen, wij kunnen zijn als een beest. Snap je? En dan zijn wij uitsluitend materieel. Dan zijn wij niets meer dan koolstof. Handelend, kletsend, ouwehoerend, moordend, verkrachtend koolstof. Koolstof zonder moraal. Zo kun je het ook zeggen. Koolstof zonder geloof. Koolstof die erom moet lachen dat er gezinnen kapot gaan. Met huilende kinderen. Het beest. En wat is het beest meer dan 666? Dat is wat ik begrijp. En dat het in het boek Openbaring stond. Nou, waarom heet het boek Openbaring Openbaring? Dit is dus kennelijk geopenbaard aan Johannes. Toen hij verbannen was naar Patmos. En later, veel later, zou blijken waar het op sloeg. Want wat moesten ze in die dagen met 666? Zij wisten daar toch helemaal niks mee aan te vangen, of wel? Het moest nog een hele tijd duren. En dit is dan aan het einde van de 18e eeuw. Je hebt aan het einde van, nee, einde van de 19e eeuw. Aan het einde van de 18e eeuw had je Immanuel Kant. Die met zijn kritiek der reine vernoemd het weten heeft opgeheven en ruimte heeft gecreëerd voor het geloven. En na hem Arthur Schopenhauer, die een fundering blootlegde voor de moraal. Van fundament. Allemaal ter ondersteuning van de Bijbel. Het meest bijzondere boek ooit geschreven. En dan ga je zeggen, ja, maar dat vindt de Bijbel. En ik, op internet staan ook van die mensen en die zeggen dan, nou, daar heb je wel eens naar geluisterd dan, Perry. Ja, daar heb ik wel eens naar geluisterd. Kletskoek, vind ik dat. Je kan overal wel een geintje van maken, snap je? Maar neem de Bijbel maar eens serieus. Dat is wat ik je vraag. En besef goed dat wij leven momenteel in de tijden waarin de antichrist heerlijk bezig is. Waarin al die zakken, moleculen gebaseerd op koolstof, maar wat lopen te ouwe kletseren. Je moet eens kijken wat er zo gemiddeld in de kranten staat. Dan ga je toch helemaal van over je nek. Wat ze onze kinderen vertellen bij het onderwijs. Dan moet je er van braken. Ja, of jij niet? Ja, ik wel. Wij leven in de tijd van de antichrist. Wij leven in de tijd van het getal van het beest. Eens de mens.
waarin de mensen al hun geloof zijn kwijtgeraakt. Onze kinderen staan wij met plezier af aan de staat. Ja, dan moet ik zelf voor de kinderen zorgen. En ja, ik heb liever dat de staat dat doet, hoor. Ja. Ja, ik vertrouw mezelf niet als ouder. Nou, en iets te vaak gelezen in Aldous Huxley zijn boek Brave New World. Zo. En gezien als dat een utopia was. Alle kinderen naar de staat. Ja. Veel plezier met je gedachten. En nou maar hopen dat je niet verantwoordelijk bent voor kinderen. He? Kan je je kind nog beter in de steek laten. In het echt dan. In plaats dat je s'avonds nog thuis komt van je werk en dan de baas gaat lopen spelen over het grut. Wat je overdag naar school hebt gestuurd omdat je zelf geen tijd had om het kind te leren lezen en te leren rekenen. Schandalig vind ik het. Maar dat is het enige wat ze leren, hè, op het primair onderwijs. Wat ze zouden hoeven leren. Ja. Leren lezen, leren rekenen. Klaar. En voor de rest moet je kinderen lekker laten schilderen en tekenen. En ja, geef ze wat kwasten, wat kleurpotloden. En dan kunnen ze vanzelf ook heel mooi schrijven. Wedden? Nou, dan moet je de kinderen een beetje aardrijkskunde leren. Van, de Achterhoek, dat ligt te dicht bij Duitsland. Toch gaan we niet naartoe. Dat is een geintje van Haagse Harry. Nou, je kinderen vertellen, Duitsland dat ligt rechts en Engeland dat ligt naar links. En België ligt naar beneden toe en daaronder ligt Frankrijk. En Luxemburg, dat moet je even aanwijzen, ja. Dan heb je de drie landenpunten. Dat kan je kind toch vertellen. Nou, dan weet het in ieder geval de belangrijkste landen in de omgeving. Als je dan ook nog weet dat Zwitserland dichterbij ligt dan Oostenrijk, dan ben je al een heel eind. En Scandinavië ligt niet in Afrika. Nou, als je dat ook weet, nou, hebben we aardrijkskunde weer gehad. Klaar. Nou, geschiedenis moet je kind even leren. Dan vertellen, 5000 jaar geleden hadden we Hammurabi als de laatste keizer-heerser van Babylon. En toen is Babylon van naam veranderd en het heet nu de EU en de NATO en de Verenigde Naties en de katholieke paus die zit erachter. En die willen allemaal dingen als homohuwelijk en zo. En dat kinderen allemaal van de staat zijn. Maar jij niet hoor, jij bent van papa en mama. Je geschiedenisles is bij deze voorbij. En als je details wil weten, nou, dan kijk je maar op Wikipedia. Dan ga je even kijken naar de pagina van Willem van Oranje. Zie je het staan, dat was een goeie hoor, van Oranje, van het geslacht. Hè? Daar hadden wij wat aan. En die nakomelingen, of als het nakomelingen zijn, ik weet ook niet precies hoe dit in elkaar zit. Maar wat je nu hebt, ja, gaat er weg. Onze prins Willem van Alexander dinges. Koning, die gaat elk jaar op bezoek bij de paus, bij de antichrist. Ja, dan is geschiedenisles voorbij en dan kan je tegen je kind zeggen, ga maar lekker water spelen. Ja, maar ik heb geen bal. Nou, dan koop je een bal voor dat kind en laat hem lekker buiten ballen. Ja, toch? Of je zoekt wat leuks op voor je kind. Overdag wat geinig, weet ik veel. Overdag wat geinigs kan doen, dat bedoelde ik te zeggen. Een soort van padvinderij of zoiets. Ja. Ga maar naar oma toe. Kan je daar helpen met het afwassen en schoonmaken? Want oma is al een beetje oud. En, ga daar maar in de keuken aan de slag. Ja. Of ga maar helpen in het buurthuis. Maar je hoeft niet naar school, want je weet alles al. Hier. Mooi zo.
Een betere samenleving is denkbaar, namelijk. Het kan een stuk beter dan deze antichristelijke onzin die we nu hebben. Snap je? Het is verder niet mijn probleem of zo. Want ik weet dat de oplossing voor de hand ligt. En die heeft alles te maken met respect te hebben voor het boek of het boekwerk. De bibliotheek moet je eigenlijk zeggen. Die de Bijbel heet. Met al die mooie boeken. Zoals het boek Openbaring. Met koolstof. 666. Evil. Ja, zeer zeker is dat evil. Koolstof zonder geloof. Koolstof zonder moraal. Ja. En dan krijg ik hier weer een berichtje binnen van Anna. En die heeft zin in seks. Ja. Maar ik ken Anna niet. En ik hou niet van seks met mensen die ik niet ken. Dus ik moet er even terug mailen en tegen haar zeggen van... meid, ik ken je niet. Ik heb geen zin in jou. Snap je? Evil. Hey, dank jullie wel voor het kijken. En voor het luisteren. In dit geval ook echt goed. Ik heb je hoop dat je goed hebt meegekeken. Dan kan je weer opnieuw gaan kijken naar Breaking Bad. Dan weet je ook waar al die grappige in de voortitels, in de betiteling die je het eerste krijgt. Hè? Dan gebruiken ze de afkortingen van dit systeem. Ah, is toch leuk. Dan kan je naar die intro's van Breaking Bad gaan kijken. Met dit in het achterhoofd. Snap je? Nou, en dan zeg ik heel officieel op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieve scheikundekinderen.